De parel. Verrassend. Gezellig. Scone. Gemoedelijk. Worstenbroodjes. De Brabantse ongedwongenheid. Skieten Willy. Ja, fantastisch. Oh, laten we daar eens even mee beginnen trouwens, inderdaad, omdat zowel jullie als wij op zijn komen dagen met een heel warm applaus voor onszelf. Maar wat ik van PSV zag, vond ik meteen heel erg hoopgevend. En ik ben wel meteen gek van een aantal spelers ook wel. Ik vind die Ramalho achterin, die ik wil niet zeggen dat ze naar me geluisterd hebben, maar ik kan me herinneren, volgens mij bij de laatste podcast zei dat ik zei van, ik denk dat ze achterin nog echt zo'n baas nodig hebben. Goedenavond. Hey John, goedenavond. De mensen hier in de zaal, zijn er niet veel hoor, niemand luistert mee, die vragen eigenlijk, komt er nog wat? Nee. Dit was het voor deze window? Ja, dit was het voor deze window. We zitten dus nu nog met de spelen op het stadion. Wij proberen alles af te ronden en ik kan wel tegen jullie zeggen dat we denk ik over een minuut of 20,5 uur naar buiten gaan via onze officiële kanalen. Dat is onze laatste transfer voor deze window. Dat is die Carlos Vinicius, hè? Ja, dat is Carlos Vinicius. Dat is de laatste inkomende transfer. Ja, uitgaand kan ik nog niet helemaal zeggen, want er blijven een aantal markten open. Mexico, Rusland, Turkije, die gaan langer door dan wij hier. Ik moet dan denken Rusland, Mexico, hij zit de laatste tijd Narcos te kijken. Oh. Ik moet meteen daar aan denken, als die landen nog open zijn. Het zal niet voor niks zijn. Er zit wel een drugsgeld. Ja, precies. Ga naar je bent, jongen. Wil je wat drinken? Meer dan? Luc, jij bent met... Je hebt twee fantastische spitsenkoppels, daar ben je onderdeel van geweest. Zullen we eerst Ronaldo doen? Wat dacht je de allereerste keer toen ze het wonderkind haalden? Wat dacht je toen? Snurk was de pest. Als een varken? Echt waar, niet normaal. Snurk hè? Ja. Jij was bijna op de kamer? Ja, ja. Niet lang? Ja, twee uurtjes. Twee uurtjes? Ik weet, toen was Kees van de Hoekband, de dokter nog. Ja? En ik zei Kees, die jongens not up hier naast mij. Die moet je een camera op afleggen, want ik kon wel eens horen naar hem. En bleek dat hij nog zijn amandelbollen in zijn keel had. Want die is toen in de winterstop en zijn geopereerd eraan. Ja, dat klopt. En die alle twee moeten uithalen, want die snuiten echt niet normaal. Echt. Zei, hier kan het is mooi dat je over Ronaldo dan over zijn sneeuwwikken begint. Ja. Als je ooit nog eens terugkomt. Als je ooit een hart van spijt, als je ooit terug bij mij komt, moeten we het, mij raakte niet meer kwijt. Die stadionpoort gaat nooit op slot, omdat we hem openlaten voor ons. Je wint maar nooit. Ja, dan roepen 35.000 man. Skieten Willy zo hard als ze kan. Nooit. Als jij ooit. Als je ooit nog eens terugkomt. Als je ooit een hart van spijt, als je ooit terug bij ons komt, moeten we het, ons raakte niet meer kwijt. Als we alleen maar op de training moesten afgaan, ik durf te zeggen, ik was gewoon een wedstrijdspeler. Ja, absoluut. Ja, maar ik wou zeggen, op de training was je heel erg lui, maar je wist ook gewoon, aan de wedstrijd komt er wel goed. De wedstrijd bracht je wel heel veel arbeid. En
En Ronaldo was wat dat betreft dan wel weer behoorlijk lijm. Ja, dat was weer een dusdanige uitzonderlijke kwaliteit. Maar wat ik wil zeggen is, in die tijd werd er toen ook zoveel meer gevoetbald. Middenvelders die zijn mannetje lieten lopen. In moderne voetbal nu zou Ronaldo niet meer samen op de bank zitten. Zie je? Als je de statistieken zou bekijken waar ze nu op afgaan op trainingen. Uiteindelijk tellen trainers altijd doelpunten. Was het vroeger een oom die een buurman had, die iemand kende die doodging aan de kanker? Nou is die oom zelf die is uitbehandeld. Vaders, moeders, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes die zijn uitbehandeld. Vrienden die op de verkeerde ochtend in de verkeerde auto stappen. Vrienden die hun kind verliezen en geen mens weet. Geen mens weet, geen mens weet waar ons nog te wachten staat. En daarom blijven we de glazen vol gooien. En daarom blijven we proosten op het leven. En daarom blijven we drinken op het leven. En daarom blijven we leven opvreten voordat het ons opvreet. Of zoals Jim Morrison in 1970 al zei: I don't know what's gonna happen, man, but I wanna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. Woehoe!